Van me, vind je het raar als een jongen met poppen speelt? Nee! Oh, sexy! Het is beter dan snoep. Er ziet er wel echt heel erg goed uit. Nou, hoe lief is dit? Om een prijs uit te kiezen. Krijg je lekker een massage? Oh jongens, dat maakt me zo blij. Heel netjes. Goedemorgen. Opstaan met licht is zo fijn. Het waait niet zo hard meer. Het zou gaan regenen vanochtend, maar het regent pas vanmiddag. Dus ik ga weer fietsen. En ik heb natuurlijk tijdens het thuiswerken niet gefietst. Toen was ik eindelijk weer gaan fietsen. En toen, toen heb ik een week gefietst. En toen was er weer vakantie. En toen had ik een spataderoperatie. En die is aanstaande donderdag 3 weken geleden. Sindsdien heb ik dus nog niet gefietst. Want ik heb nog steeds trouwens last van mijn been. Waarvan ik hoop dat het niet zorgwekkend. Wow, sojamelk heb ik weer een keer. Dat het niet ernstig is, want een deel van mijn been is nog steeds gevoelloos. Het is echt niet meer hele erge pijn, maar ik heb nog steeds heel veel, wel echt wel last. Dus ik hoop dat het fietsen gaat lukken. Ja, liefje, jij wil even gezellig spelen, maar ik moet weg. Ik hoop echt dat het fietsen gaat goed gaan. Ik ga 7:45 weg, dan ben ik er op z'n vroegst om 8:00. En ja, schatje, op z'n laatst om 7:55. Nou, het zal toch wel goed gaan. Maar echt lekker opstaan, ik heb mijn tas al gepakt. Wolly, kap. Sorry, ik moet even. Ik had mijn tas al gepakt. Ik had gisteravond stopgezogen. Mijn keuken schoongemaakt. Alles opgeruimd hier. En ik heb nu lekker alvast een appelsapje van gisteren met gember. Heel chill wakker worden als zeg maar het gewoon helemaal netjes is. Weet je wel? En schoon. En je spullen liggen vast klaar. Ja, alleen die deken lag er nog. Maar dat vind ik zo'n onzin om het elke dag op te ruimen als je het elke dag gebruikt. Nou ja, heerlijk. Hi liefje. Kijk hoe ik eruit zie. Ik kom net thuis. Het is bijna 5:00. Wat erg. Ik ben helemaal verwijt. Ik voel mijn lippen niet meer. Oh, het was pittig het fietsen. De terugweg vooral. Zo de ju. Helemaal kapot. Hoofdpijn. Maar. Oh. Lekker joh. Om weer te bewegen. Maar ik ben nu helemaal op. Ik kan niet eens. Ik moet echt met bijkomen. Nu ga ik lekker mijn dimsum opwarmen als pre-snackje. Zo lekker. Want nu is het op het moment dat het nog net te vroeg is om te koken. En je bent net te moe om te gaan koken. Dus dan eet je even dat. En dan ga ik een uurtje daarna koken. Helemaal lekker. Even GTST kijken. Thuis komen chill. We hebben deze week dus de week van de lentekriebels. En het was een les die ik voor vandaag had gepland. Het ging over verschillen tussen jongens en meisjes. En stereotypering. En hoe de klas daarnaar keek. En ze waren echt allemaal zo geweldig. Van, vind je het raar als een jongen met poppen speelt? Nee, nee! En over kort haar bij meisjes en lang haar bij jongens. Helemaal leuk. Maar toen ineens gingen we door over verschillen tussen jongens. Wat is dan wel echt het verschil nou? De geslachtsdelen. We benoemd welke woorden daarvoor zijn. En toen gingen we helemaal door op dat je daarmee kindjes kunt krijgen. En hoe dat gaat als je kinderen krijgt. En dan moeten ze hun ouders gaan interviewen over de bevalling en zo. Echt best wel pittige onderwerpen, maar echt heel erg leuk. En ik had net een overleg met mijn duo. Dat willen we vanaf nu eigenlijk elke maandag gaan doen. Gewoon een uur. Dat was echt heel prettig. Even alles, dat is voor mij echt een leerpunt namelijk. Goed overleggen. Alles ook genotuleerd. Dan zeg ik, nou gaan we voortaan in dit bestand werken. En dan iedere maandag gewoon bijschrijven. En dan weten we ook precies wat we overlegd hebben. Dus dat is wel heel fijn. Hele goede dag. Dat is fijn. Oh, het ziet er eigenlijk zo vies uit, maar dit is toch geweldig, jongens. Lekker fruitwater. Oh, geweldig. Echt, oh, I love dit zo erg. Oh my god, ik ben zo productief. Toen ik stopte met eten, toen ben ik naar boven gegaan. Nou, ik belde haar, nog niet op, ben ik naar boven gegaan. Heb ik daar echt heel veel gedaan. Wasje gedraaid, kleren opgeruimd, maar ook echt allemaal dingen gaan opruimen, veranderen. Ik zal het zo laten zien. Dat ik anderhalf uur verder dacht, ik ben nu echt kapot. En nu ben ik aan het koken. Heel lekker soort Griekse salade met parel couscous en kippendij. Dit is dan vanmorgen, dat het vers blijft. Dit is ook vanmorgen. Helemaal chill. Dan ga ik eventjes chillen met GTS en eten. En dan ga ik nog even door. Nou, het ziet er weer niet heel boeiend uit. Het is ook niet heel boeiend. Het is ook best wel veel sla. Maar wel echt heel gezond en lekker. Hallo. Ik ben bezig een afscheidslied te schrijven voor een collega wederom. Dat doe ik altijd. En twee collega's van mij hebben me net geholpen. Dat was echt super grappig. Maar het is echt moeilijk. We doen het op stap van de Spice Girls. En het is echt best wel lastig. En verder, super drukke dag. Gisteren ook super drukke dag. Maar best wel gaar. En ik vlog weer veel te weinig. Maar dat krijg je als je veel te werkt. Het is echt lastig om dan ook te vloggen hoor. Wow, hele soort van protesten hier vanwege het vaccin.
bizar. Mijn nagel is trouwens weer gefixt, maar ze heeft het helemaal aan mijn nagelriem vastgeplakt. Dus dat is niet zo chill. Maar ja. Wow, 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 wow. Oh my god, ik ben naar de toko gereden, want het was maar 6 minuten rijden en ik heb weer... Nu heb ik weer matcha, maar ik heb nu met green tea jelly. Oh, en ik heb weer een hele tas vol spullen. Ja, voor wie mij al langer volgt, die kent mij. Ik heb altijd bepaalde obsessies waar ik dan, je kunt het noemen indoor sla of gewoon waar ik me dan op dat moment op focus. Oké, wat hebben we gekocht? Deze dumplings alweer, dat is een wat kleiner zakje. Mocht je trouwens tips hebben voor dumplings, laat het me weten. Want ik durf nog niet echt andere merkjes te kopen. Ik heb deze nu gekocht. Het ziet er ook echt best wel cheap uit. Dit was 2,50 of zo. Ik weet niet of die lekker is. Het ziet er echt wel anders uit. Maar ja, misschien zijn die goedkoper al net zo goed. Moet ik de Nederlandse variant hebben of juist uit het buitenland? Laat me alsjeblieft weten als je het weet. En superleuk om te weten. Nou, die gembersnoepjes ben ik dus helemaal verslaafd aan. Ik krijg een bericht op Instagram van wil je delen waar je fan van bent, bla bla bla. Nou, dat probeer ik dus te doen. Als ik... Niks zeg, heb ik er meestal niet echt een mening over gehad. Want ik vind het of echt heel vies of heel lekker. En dan zo niet, deel ik het niet echt. Maar ik had dus die Sina Ginger Candies. Dat zijn deze. En het zijn van die zachte soort van gelei. Niet gelei, maar die kan ze echt helemaal uit elkaar trekken. En er zit echt veel gember in. Het voelt heel goed voor je keel. Want dan heb ik het opgezocht. En het is niet gezond of zo, maar het is ook niet echt heel slecht. Het is beter dan snoep. En het is echt heel erg gemberachtig. Dus ik heb er nog een zak van gekocht. En dan ook met mango. En dan ook een ander merk. Nou ja, ik ken dit soort snoepjes niet. En als je van gember houdt, is het echt fantastisch. En dat is heel veel soorten gember thee. En het is wel allemaal best duur. Want bijna alles is boven de 3 euro. En alles zat suiker en zo. Maar in deze zat dan alleen maar suiker en gemberpoeder. En ik dacht, ja, best wel lekker drankje. Ginger powder en sugar. Nou ja, dan heb je dus een gemberdrankje. Ik ben niet heel erg, ik vind niet heel erg als ergens wat suiker in zit in zo'n drankje bijvoorbeeld. Dus... Prima. Ik vind het eerder vervelend als het in tomatensaus of zo zit. Maar dit vind ik oké. Okay. Allemaal kastanjes vind ik heel lekker. Hier ben ik heel benieuwd naar. Want ik ben gek op rode bonen, ijs en zwarte sesam en groene thee en zo. En dit is dus een Black Sesam dessert die je zelf moet maken. Deze snoepjes weet ik dat die echt heel lekker zijn. Dit stoommandje dat was best wel goedkoop. Onder de 2 euro geloof ik. En dit zijn van die avocado's met zo'n dunnere, fijnere schil. En ik weet dat die altijd heel lekker zijn als ze rijp worden. Dus die waren 95 cent. Daar ben ik ook benieuwd naar. En deze... Limoenen waren 40 cent. Ook prima en lekker vers. In de supermarkt, in Appie of zo, zijn ze soms keihard. Dat is toch wel anders. En 2 sojaboonzakken. Ik vind deze wel echt beter dan het goedkopere merk die ik in mijn vorige vlog had. Dus dat was het dan. Oh, en die green tea jelly was echt vies. Het is echt, dat ik denk, wat ben ik aan het eten? En het had helemaal geen smaak en een super rare structuur. Dus die popballetjes waren lekkerder. Kijk, zo is dat snoepje. Zeg maar de eerste zak nog hoor. Als je dan een beetje warm maakt, kan je het helemaal stretchen. Prullenbak stronk trouwens, dus ik moest hem omspoelen. Maar dat vind ik zoveel werk, want hier zitten gaatjes. Dus je kunt het niet zomaar op zijn kop zetten. Nou, wacht even. Ik kan het helemaal zo stretchen en ook helemaal in de breedte en zo. Ja, het is gewoon lekker. Hi! Oh my god, kijk hoe leuk. Gaan ze hoor. Je moet het dus echt in de pan zetten gewoon. Ik ben heel benieuwd of het nou lekker is. Het is sowieso minder waterig. Maar meestal als je het hebt gekookt en je laat het een paar minuutjes staan, is het sowieso niet meer waterig. Het ruikt echt naar vogelhoek trouwens. En ik heb er niet papier onder gedaan, dus ik hoop dat het niet erg te erg gaat kleven. Nou, het duurt wel wat langer, ik ben benieuwd. Oké, ik ga nu zo dus naar het stemloket. Het is hier achter bij mijn huis. Het is al 8:30, ik ben heel erg laat. En hoe meer ik me er verliep, hoe minder ik weet op wie ik moet stemmen. Maar ik heb maar gewoon een keuze gemaakt. Het is niet dat ik er 100% achter sta, maar ik wil wel gebruik maken van mijn stemrecht. Ik heb altijd iets van, ik wil niet stemmen om te stemmen. Dus als ik daar geen duidelijke mening over heb of me ergens helemaal vind in een partij, dan moet je ook niet stemmen. Maar ik ben ook al tot de conclusie gekomen dat je nooit je helemaal vindt in een partij. En ook misschien niet voor 80%. Dus dan volg ik maar gewoon mijn gevoel. En dan kies ik voor een partij en een persoon waar ik vertrouwen in heb. Dus ik ga nu lekker zo in mijn pyjama, mijn jas en mijn bril en mijn mondkapje en mijn natte haar stemmen. Zijn ze trouwens? Ziet er wel echt heel erg goed uit. Ik denk dat het wel lekkerder is hoor zo. Het is ook wel leuk, want je moet wat langer op wachten. Oh, sexy! Wat erg. Nou, ik heb hier wel een goed gevoel bij, want ik wil gewoon graag... Weet je, ik twijfel zo erg over dingen, maar één ding wat ik zeker weet is dat ik wil opkomen voor de wezens op deze aarde die geen stem kunnen laten horen. En dat zijn de dieren. En ja, ik eet vlees en dat soort dingen, maar alsnog, het kan veel beter voor ze worden gemaakt, het leven. Wat ik zeg, ze hebben geen stem, dus... Als ik iets kan doen, is het stemmen op mensen die niet de dieren een stem geven, maar wel de dieren iets meer
een leven gunnen. Dus. Wat ik wel echt een groot nadeel van de token vind, is al die milieuverspilling. Want ze doen zoveel dingen in kleine foliezakjes en zo. En ja, dat kan echt anders. Maar helaas. Het is heel veel suiker volgens mij. Maar ja, wat ik tot nu toe heb gekocht qua gemberdingen is echt sterk. Dus ik ben gewoon best wel benieuwd. Wel lekker na het eten zo. Want dan heb ik op zich altijd wel zin in iets zoets. En dan als je zo'n theetje hebt. Volgens mij zit het ook heel lekker met melk. Je had ook van die zakjes met milk, ginger tea en zo. Maar er zit er allemaal melkpoeder en dat weet ik niet. Maar ik zou hier misschien wel sojamelk of zo door kunnen doen. Ik ben benieuwd of dit een goede hoeveelheid water is. Misschien is het te veel. Ik ga het zo proeven. Nou, ik heb net even mijn vlog afgemaakt. Die was eigenlijk al echt een week klaar. Maar ik moet het altijd heel goed checken voordat ik het upload. In verband met heel veel privacy dingen en zo. Dus daarom was ik weer te laat vetballen. Maar goed, hij komt morgen. Ik ga nu mijn thee proeven. Heel veel suiker, zeg. Jeetje, dit gaat wel heel ver. Nou, jammer. De gember smaakt echt niet super sterk. Wel het branderige van gember, maar hij heeft een rare nasmaak. En het is meer zoet. Oh, dat vind ik echt een teleurstelling. Dat ik serieus niet verwacht. Want suiker hoeft niet altijd slecht teken te zijn. Maar er stond niet op hoeveel suiker. Veel te veel suiker. En als ik het dunner maak. Ik denk dat het wel heel lekker is met koud water als een soort van iced tea. Oké, ik heb er even een derde weggegoten en nieuw water bij gedaan. En nu is hij net zo sterk qua gember en veel minder zoet. Dus dat is wel heel grappig. Nu is hij echt niet zo zoet meer en nog steeds echt wel gember effect. Dus oké, beter. Oké, nogmaals even. Mijn vlogs gaan alleen maar over eten testen. Maar goed, volgens mij vinden jullie het leuk. Als je dus zo'n zakje doet met twee van zulke koppen is het geweldig. Het brandt lekker in mijn keel, want het is niet te zoet. Dus ik ben er wel blij mee. Thuis, ja, yeah, ik heb weer gefietst, jongens. Ik heb vandaag heel leuk nieuws gekregen, maar daar kan ik nog niks over zeggen. Het is niet zo'n typisch YouTubers ding van, daar mag ik nog niks over zeggen. Maar ik mag er nog niks over zeggen. Maar binnenkort horen jullie dat. Oh. Oh. Doei. Oké, het is weer tijd voor boodschappen. Ik heb heel veel dingen ook besteld voor morgen voor de quiz op school. En dan heb ik boodschappen als prijs, hè. Maar wat heb ik voor mezelf? Heel veel pakken van deze. Nog steeds mijn favoriet. Meestal na een tijdje ben ik iets wel zat, maar deze niet. En die waren nu €2,20 of zo. Ik ga zo kijken of ik nog iets heb. Het lijkt me nu wel leuk als ik zoveel heb dat ik gewoon voor elke collega een prijs heb. Nou, dan mijn eigen boodschappen. Bananen, mandarijnen, hele kleine zachte komkommer, jammer. Limoenen, tomaatjes, brood, maiswafels, Elstar-appels, nog weer van die wc-dingen. Dettol doekjes, want die zijn wel echt... Je betaalt iets meer, maar ze zijn wel echt veel beter, vind ik. Mega verschil. Toch wil ik ook nog even deze goedkope testen. Gewoon blijven ontdekken. En voor mijn ramen... Dat was dan 2 plus 1 met die dettol doekjes. Favorieten. Havermelk, appelsap. Oh ja, dat is ook nog een prijs. Tzatziki. Nice. Oh ja, en deze melk is van mezelf en die vind ik niet zo chill. Dus die doe ik ook nog als prijs. Nou, dan zitten we op 19 of zo. Wat een prijzencircus. Olé, olé. Nou, helemaal geweldig. En ik heb nog wc-papier en dat... Oh, hier nog. Spinazie, 2 zakken. Oh ja, ik denk, ik had toch ook gember? Gember. Eén zo'n yoghurtje, want ik had gezien om naar de Lidl te gaan. En één zo'n pak nog van deze Oatly havermelk. Ik weet eigenlijk niet waarom. Omdat eerst die andere havermelk niet beschikbaar was en uiteindelijk wel... Maakt niet uit. Komt op. Nou, dat was het. Olé, olé, olé. It's so cute. Ik ga weer gembersap maken met gember, appel, appelsap, spinazie, banaan en havermout. Wat ik in weekvlog 174 maakte aan het begin. Zo lekker. Nou, ik ben op school hoor. Dit zijn alle prijzen. Ik ga het straks even uitstallen. Nou, hoe lief is dit? We gaan zo beginnen met de pubquiz. Om een collega ineens, met wie ik eerst school 5 samen deed. En die geeft me deze bloemen. Omdat ze zegt, omdat je zoveel tijd in de pubquiz stopt en zo. En achter iedereen aan moet gaan. En ik natuurlijk prijzen voor iedereen heb. En heeft ze voor mij dit. Het zijn echt prachtige roze tulpen met een klein beetje oranje erop. En de bladeren zijn groen met wit. Ze zijn echt super mooi. Nou, dat vind ik zo lief. Ik ben helemaal blij van worden. Vanuit school hebben we dus een borrelbox gekregen. Heel leuk. Met verschillende dingen. Ik heb deze gekozen. Dan gaan we straks gezellig met z'n allen borrelen online.
En hier heb ik de tafel klaargezet en iedereen heeft een prijs. Dat vond ik wel heel leuk. En dan mogen ze straks aan het einde gewoon bij mij langskomen om hun prijs uit te kiezen. Nou, helemaal zin in. Helemaal leuk. En verder heb ik een super drukke dag, want we moeten echt tig dingen rondom de CITO opbrengsten en zo doen. En het is alweer 3:15, maar ja, ik heb echt super veel zin in de quiz. Ja, ik denk Annemarie. Ja, dat zou ook echt iets voor haar zijn. Oh, dus dit is gewoon Annemarie. Annie, Anneke. Waarom zou Peter Oost zijn? Nee, Anneke is nee, is niet Anneke. Martin. Martin. Ik snap hem ook niet. Zonder. Ja, dat is lekker! Dat is ook wel, jeetje. En het goede antwoord is? Ja, ik denk Jacques. Anneke! Oh, Anneke denk ik. Oh, ja. Anneke. Is het Anneke? Jongens, de quiz is in volle gang en het is echt heel grappig. Deze zijn super nice als je van kastanjes zonder suiker houdt. Houdt echt heel lekker, vind ik. Yummy! Deze stem moet achter het zand. Yoshi! Zo fluffy. En ze kijkt niet. Ze ziet echt geen hoofd. Maar ze vindt het heel lekker om dus met haar hoofd op de grond te liggen en de lichaam op je benen. Ja. Ze vinden ook, je hebt hier bijvoorbeeld een andere man gekocht. Die ziet daar eigenlijk een aantal duurder dan ik. Die is heel mooi hoor. Ze ligt alleen maar ernaast. Ze ligt een beetje nooit meer. Ik mag wel ernaast op de grond liggen. Los. Maar je wilt toch gewoon nooit meer weg als je een hond hebt die zo schattig is. Je wil de hele dag knuffelen. Ja. Ja, dat klopt. Zo. Ja. Oh my god. Kijk de bots. Oh my god. Ja, dit is een leuk shot. Tussen 8 en 12. Oh, tussen 8 en 12. We hadden het net over geboorte op school bij kinderen. Die wegen 3 kilo. Dus dat is bijna hetzelfde als een baby. Als ze geboren was. Ja, we kregen er natuurlijk. Nou ja, niet toen ze geboren werd. Natuurlijk. Ik weet niet hoe ik stop met filmen. Ik dit is schattig. Dit is een schattige hoofd. Krijg je lekker een massage? Kijk wat er wordt gemaakt op het moment dat ik gezond wil doen. Caramel shortbread. Oh my god. Oh my god, dit is heel schattig. Hi. Oh my god, precies goede beelden dit. Goed zo, Yoshi. Ga maar door. Dat ze de eigen staart probeert te pakken is enorm schattig. Dit is zo bang, je wordt geen huis hoor. Dit is zo schattig. Wow. Kom je weer even lief doen? Dat mag niet. Goed zo. Ja, je glijdt weer weg. Oh. Wat ruik je? Jezelf, want je bent de enige die aan deze broek heeft gezeten. Nou, bootje, kom maar. Cute. Heb je mijn sokken ontdekt? Oké. Okay. Ja, maar die sokjes al zo stinken. Ja. Ja. En zo. Dat is wel goed inderdaad, dat ze niet alleen nu aan je vingers gaan, maar aan dat sokkie. Maar het is wel een stukje poep op de vacht. Hier. Waar? Nee joh, het is gewoon een beetje aardig. Wat joh, je ziet heel snel of je hond vies is als hij zo goed is. Nou, ik heb nu wel schattige shots. Oh. Zo lief. We moeten de hete pootjes ondersteunen omdat ze anders wegglijdt. Dat vind ik ook wel schattig. Ja, dat is schattig, hè? Zit deze ook ondersteunen? Kom hier. Mm. Ik vind het lekker dat je aan de pootjes mag zitten, want dat mag niet bij alle honden. Ik ben weer thuis, ik heb mijn bril opgedaan om te rijden. Het is 7:30, het was zo leuk. Ik was bij Jiminy. Het heeft een hondje, Yoshi, een meisje, een Japanse spits. En ik was echt verliefd natuurlijk. Dus ik heb echt super veel mee geknuffeld. Het was echt heel gezellig. Lekker gegeten, gewandeld.
En nu ben ik weer thuis. Het enige jammer is dat ik dacht van, oh, ze mag wel aan mijn tas knabbelen. Mijn rugzak die ik al sinds New York, dus bijna anderhalf jaar, iedere dag gebruik. Ik vind hem niet eens heel leuk, maar hij is gewoon heel fijn en hij gaat nooit kapot. En nu is hij kapot. Gewoon echt. Het hangt echt nog aan een heel klein draadje. Dus dat is gewoon einde. Hij moest hier een nieuw kort aan laten zetten of zo, maar ja. Dus dat is wel een beetje dom. Dat is ook wel heel typisch hoor weer, dat ik dan denk, oh joh, prima. En een beetje sukkelig. Goed, ik ben wel heel erg kapot. Echt heel moe. Ga ik er heel rustig aan doen vandaag. En morgen zou ik naar Roga, maar ik zei van, kijk nog even. Want ik heb eigenlijk nooit meer een dagje voor mezelf. En ik was altijd heel erg gehecht daaraan. Maar ik ben eigenlijk iedere week druk, druk, druk. Nooit meer een lekker make-uploos dagje niets doen. En misschien is dat wel even goed voor me. Dus ik ga even kijken. Wat trouwens avocado-olie in mijn haar gedaan, terwijl ik het gisteren heb gewassen. Echt zo dom. Daardoor is het nu helemaal vettig. Ja. Ik ga even chillkleding aandoen. Lekker. Mijn ogen branden ook. Dus lekker chillen, niks meer doen. Oh jongens, het maakt me zo blij. Ik zou dit weekend niet naar Haag gaan, maar dan gisteren en vandaag naar vriendinnen zou gaan. Maar gisteren heb ik roken. Van rook wel eigenlijk echt een me-time dagje. Even tijd voor mezelf. Niet me-time zoals vroeger met alleen maar chillings. Wel gewoon dingen die ik moet doen. Maar alsnog, dat, als je ouder wordt, is dat gewoon me-time, merk ik. Dat je daar überhaupt tijd voor hebt. Ik ben zo blij, want ik ben best wel gaar. Ik ben even ingestort. Ik heb echt al weken geen dag alleen gehad. En vroeger was ik heel erg waakzaam voor dat ik dagen voor mezelf had. Ik ben eigenlijk altijd weg en bezig. Altijd moet ik ergens op tijd zijn en zo. Dus vandaag dacht ik, dat weet ik niet. Dus het is nu 11:45. Ik kom pas net uit mijn bed. Ik heb lekker met mijn moeder een uur gebeld en op de telefoon wat dingen gedaan. Gewoon helemaal gechilled. Ik ben niet super uitgeslapen, want ik slaap een beetje onrustig, omdat ik wel veel dingen in mijn hoofd heb. Maar zo lekker gedacht dat ik niet eruit hoef. Ik ga lekker zo verrot de hele dag eruit zien. Ik ben wasjes aan het draaien. Ik heb gisteren een wasje gedraaid, nu weer. Mijn bed verschonen. Mijn huis is best netjes, dus daar ben ik heel blij mee. Kijk, dit zie je meteen liggen, maar het is relatief schoon. En ik heb het best wel goed bijgehouden de afgelopen tijd, dus daar ben ik heel blij om. Maar ik ga boven even door met opruimen wat ik nog moest filmen ook. Mijn webshop helemaal netjes maken. Wasje is gewoon heerlijk. Lekker gezond eten en daar heb ik echt behoefte aan. Lekker met Bolly chillen. Niet veel tv kijken, want dat doe ik al na mijn werk heel veel. En dat zie ik niet echt als chillen. Gewoon even bewust lekker dingen doen om gewoon mijn hoofd een beetje leeg te maken ook. Dus heerlijk. Echt behoefte aan. Heerlijk voor lunch. 2 gebakken geroosterde speldboterhammen. Gewoon van Albert Heijn. Niet heel bijzonder speldbrood, maar wel speld. Met avocado. En ik had vanochtend hier weer dit sap. Super healthy. Heerlijk. Het voelt echt goed. Kijk, het is inmiddels 10 uur 's avonds. Maar ik dacht, ik laat even zien hoeveel verder ik op ben. Maar nu lijkt het echt een zooi. Trouwens, hoe stom als je in de avond nog je bed moet opmaken. Ik hoopte dus dat deze droog zou zijn. Maar is het... Ja, net, dit is zeg maar mijn lievelingsonderlaken. Nou oké, hij is hier een heel beetje vochtig, maar dat kan wel. Zou mijn bed opmaken. Nou, dat was de laatste was die ik nog moest doen, deze witte. Maar ik ben zo goed bezig geweest. Ik ga nu nog even stofzuigen. Het kan nog net. Ik ben hier, ja, ik weet niet of jullie weten hoe het was, maar het was echt niet netjes. En ik heb het veranderd. Daar zat eerst zo'n plank, dus ik heb nu al die kastjes daar, die gebruik ik het minst. En dit is echt heel netjes. Hier liggen dus al mijn verzendzakken en brievenbusdozen en zo. Helemaal georganiseerd. Dit is helemaal netjes op dit na nog. Hier liggen alle haaraccessoires. Dit is het enige soort van rommellaadje wat ik moet uitzoeken met wat sieraden. Telefoonhoesjes. Zakjes. Zakjes. Zakjes en foldertjes. En dan liggen hier dingen die ik toch echt niet vaak nodig heb. Prullenbakje lekker geleegd. Allemaal kaartdingen. Sieradenkaarten, die worden toch echt nooit besteld. Allemaal dingen die nooit worden besteld. En als ik hierbij moet, dan doe ik gewoon even zo. Ja, dit is echt papier en rommel. Nou ja, wel georganiseerde rommel. Maar echt zo geweldig. En dit is allemaal... En dit is allemaal gewoon helemaal organized. Echt heel erg chill. Nou ja, hier. Ik ben echt gewoon heel goed bezig. Dit is allemaal... uitgezocht. Mijn airco is hier naartoe verplaatst. Het is allemaal uitgezocht. Zo blij mee. En dit heb ik volgens mij toen ook nog helemaal niet gefilmd. Maar dit heb ik dus helemaal... Maar ik laat het liever met daglicht een keer even zien. Helemaal watje. Georganiseerd. Echt zo blij. Maar daar ben ik dus al 2 maanden geleden mee begonnen. En ik maak het steeds niet af. Maar ik ben echt goed bezig. Heerlijk. Ik heb lekker gedoucht. En nu ga ik helemaal fresh. Lekker het licht uit hier. En mijn bed in.